Ik maak voor jou een lekker filetje van de reebok op de barbecue. Eerst ga ik een zoete aardappel tussen de houtkool haren. Dat geeft een echte, typische, mooie smaak. En een gebrande prei. Deze gaan we ook tussen de houtskool mooi zwart blakeren. Geeft zo een diepe en dringerige mooie barbecue smaak. Ik heb hier wat verse, lekkere uitjes, zilveruitjes. Die gaan we ook mooi laten gaan op de barbecue. En kijk hier, ons reebokfiletje. Dat is ook het zachtste, het beste van de reebok. Inwrijven met een beetje vleesmarinade. De vleesmarinade zal zorgen dat we een mooi lichale bruine kleur hebben op ons filetje. Meat wrap, vlees wrap, El Dorapi. Typische kruidenmengsel die ik gemaakt heb voor jou. Omdraaien en terug invrijven met onze vleesmarinade. Terug wat kruiden. En deze gaan we nu rechtstreeks boven onze houtskool. Maar ik zal eerst nog enkele wijnvatsnippers tussen de houtskool strooien. Dat geeft zo een typische lekkere wijnsmaak aan onze reebokfilet. Ik kan ondertussen ook onze prei mooi draaien. Kijk, de prei is gebrande prei. Dat geeft zo een lekkere goede smaak. En straks gaan we het zwarte velletje eraf doen. En dan heb je een heerlijk, sappige, smaakvolle staafprei. Kijk, onze wijnvatsnippers beginnen mooi zijn rook af te geven. En nu, hopla. Ons reefiletje gaan we mooi dichtschroeien boven de houtskool. En die wijnvatsnippers mag mooi rosé zijn. Dan hebben we een sappig filetje. En ik heb hier ondertussen wat gekookte Griekse rijst. Het mag ook een granenmix zijn. Hier gaan we een beetje room aan toevoegen. Wat parmezaan gaan we eronder mengen. Een lepeltje mascarpone. Mascarpone zorgt voor die smeuïgheid van onze pastasalade. Wat groentekruiden van El Dorapi. Een beetje groen, basilicum. Heel fris. Zal zeker smaken in onze pastasalade. Mooi omroeren. De parmezaan zal nu zachtjes smelten in deze voorgekookte pasta. Griekse pasta lijkt een beetje op de vorm van rijst, maar het is echt een pasta zoals we kennen in Italië. We gaan ons reefiletje een keer draaien. Oh, kijk hoe mooi. Onze zoete aardappel is mooi zacht gehaard tussen de houtskool. Ik ga even de uitjes van het vuur nemen. Ons filetje. Onze gebrande prei. Ons lekker reefiletje nog een minuutje laten haren. Het velletje van onze zoete aardappel. Die gaan we nu platten met een vork. Klein beetje groentekruiden El Dorapi. Mooi platten met een vork. En deze gaan we nu mooi mengen in onze pastasalade. Heeft ook een mooie kleur, dat oranje. Heeft zo'n lekkere geur aan onze salade. Ons bordje. Een lepeltje van onze pastasalade. De gebrande prei. Het velletje eraf. Zie je? Heel eenvoudig. Je moet geen schrik hebben van het verbrande velletje. Gaan we er mooi afdoen. Van die schone medaillonnetjes rond ons slaatje. Dan ons gegrilde
zilveruitjes. En nu komt het heerlijk reebokfiletje op de barbecue. Perfect gebakken. Mooi rosé. Afwerken met een takje basilicum. Heerlijke filet van reebok. Lekker in de zomer. Op de barbecue. En ik zou zeggen, nu is dat jou. Doe het. Heel eenvoudig. En zo lekker. Smakelijk.